Maar Wilma, nee, maar stel, het gaat toch, het is nu nog ongeveer 35 graden buiten in november, maar het gaat echt koud worden in december. En dan heb jij natuurlijk allemaal hele fijne, warme kapetten. Ja. Kan je daar eens wat over vertellen? Want ik zie die hoek hier altijd wel, maar wat hangt daar nu zoal? Nou, verschillende kapetten. We hebben geweven kapetten, we hebben platte kapetten. Dit is synthetisch, hoogpolig. Nou, het is heerlijk aan je voeten natuurlijk. Dan hebben we wol. Dat is ook behoorlijk hoogpolig als ik het zo zie. Ja, voelt ook heerlijk aan je voeten. En dat zijn kapetten die worden gemaakt in Afghanistan, India, Pakistan, sommige in Marokko. Dus het zijn ook allemaal verschillende wolsoorten. En dan hebben we nog gewoon laagpolig, geknoopt. Nou ja, en je kan aan de andere kant wel zien. We hebben te kust en te keur. Kleurtjes. Een beetje naturel tinten. Maar dit zijn eigenlijk allemaal een soort staaltjes. Is het dan ook zo dat als ik nu zeg van Wilma, ik wil een... Ik vind nou zelf dat ik die hele gekleurde nou mooi vind. Deze? Ja. Kan ik ook zeggen van heb je die ook in 2x2 of zo? Of hoe werkt dat? Ja, die kunnen zelfs wel 3x3. Er zijn tegenwoordig ook kleden in het wol die rond gemaakt kunnen worden. Okay. En dat was voorheen niet. Maar dit kun je van heel klein tot heel groot kan dit geleverd worden. Er zit natuurlijk wel leeftijd aan, omdat het speciaal voor jou gemaakt wordt. Dus. En ik zie hier ook allemaal foto's van een man die ook wel een tapijt op zijn hoofd kan hebben. Maar is dat een grote ontwerper of wie is dat? Ja, dat is Mart Visser. Oh, dat is meneer Visser. Onze Mart. En ja, net wat je zegt, ik kan zelf wel een leuk tapijtje op zijn hoofd. Maar die is een kledingontwerper en die heeft zijn eigen kapettenlijn heeft die gemaakt. En die worden dus ook gewoon geleverd door M40? Ja, en dat zijn wat dunnere kapetten, maar wel heel erg van deze tijd. Gewoon leuke kleuren. Dus die kunnen... En het leuke van hem is, hij heeft er een verhaaltje bij. Hij zat in het vliegtuig, zat bij het raam. Hij keek uit het raam naar beneden en wat zag hij? Land, water, bergen, sneeuw. En toen is hij thuisgekomen en hij heeft zijn schildersezel gepakt en een kwast. En hij is gaan schilderen. En hij heeft eigenlijk dat idee omgezet in een model voor... Een stukje Alaska of zo zien we dan. Nou ja, grappig. Dus het is wel leuk. Kapet met een verhaal. Ja. Nou, heel goed. En wil je het helemaal opvrolijker? Dan hebben we natuurlijk altijd een mooie blommen. Mooie blommetjes. Nou, heel mooi. Heel goed om te zien. Dus geen koude voetjes, gewoon lekker een kleedje komen kopen. Heel goed, dankjewel. Oké, doei.